Hallo allemaal, deze video staat in het teken van het ontwerpen van je eigen superhelden en je eigen mensfiguurtjes. Vorige week hebben we samen al kunnen zien hoe we vanuit een best wel eenvoudige vorm, ook wel pindavorm genoemd, hoe we daarvan onze eigen diertjes konden ontwerpen. Vandaag ga ik je laten zien hoe je je eigen superhelden en je eigen mensfiguurtjes kunt ontwerpen. Doe je weer met me mee? De vorige video heb ik jullie laten zien hoe je vanuit een eenvoudige basisvorm, dat was deze vorm, hoe je diertjes kon ontwerpen. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je vanuit deze vorm nog meerdere dingetjes kan maken. Superhelden ga ik jullie leren tekenen, maar ik ga je ook leren dat je deze vorm als alleen het hoofdje kan gebruiken. Kijk je met me mee? Mijn zoontje heeft op school het thema circus. Nou, hij kan nou natuurlijk niet naar school, net als jullie allemaal. Dus ik maak thuis kleurplaten voor hem. Binnen dat thema. En ik kan supergoed vooruit met alleen deze vorm. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. Zie je? Hartstikke leuk. Dan ga ik je er nog eentje laten zien. Kijk, net bij het klauwtje heb ik de hele vorm, dus de hele pinda-achtige vorm, heb ik gebruikt voor alleen het gezicht. Nou, bij de diertjes hadden we dat we deze vorm gebruikten voor het hele lichaam. Nu ga ik weer jullie laten zien hoe je de vorm kan gebruiken om een heel lichaam te maken. Maar nou niet van een diertje, maar van een superheld. Kijk eens hier, vanuit die hele eenvoudige vorm die ik jullie vorige week heb geleerd, heb je nu je eigen superheld ontworpen. Nou gaan we nog een allerlaatste maken. Nou ga ik je laten zien dat je ook gewone mensen kan maken van deze eenvoudige vorm. Kijk je weer mee? The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, de wenkbrauwen. En zie hier, hebben jullie van die eenvoudige pindavorm, hebben jullie ook een poppetje of je eigen mensfiguur ontworpen. I can't hold you tight, I'll see the stock.